ja, ik was enkele weken geleden heel blij dat ik me aan het trek kon maken in de cross. En toen zouden we ja, na het Belgisch kampioenschap even kijken hoe het verder zou gaan in het crossseizoen en hoe we zouden gaan aanpakken richting het voorjaar. En ik ben heel blij dat ik kan vertellen vandaag dat ik nog 5 crossen ga doen de komende periode. Ik heb samen met Marijn Zeeman, mijn coach en Mark Lambers, mijn trainer, overlegd. En ze denken allebei dat het me beter kan maken en dat het goed voor me is om die wedstrijduren nog in de benen te hebben. En, ja, ik begin ook het gevoel te krijgen dat ik er net in zit en dat het beter en beter begint te gaan. Dus ik ben heel blij dat ik de komende weken aan de start ga staan en hopelijk komt dan het WK ook bij. Ik denk zeker in België zullen mensen wel een beetje op zitten wachten op dat nieuws. En, de coach moet me natuurlijk nog selecteren, maar ik denk dat wel zou goed komen. Maar in principe ga ik dus mee naar Zwitserland. En dat is iets waar ik een tijd geleden zeker niet aan dacht. Dus dat is weer een mooie opsteker. En hopelijk kan ik nog een beetje in stijgende lijn gaan richting dan en een mooi resultaat neerzetten. Voor ik mijn eerste wedstrijd had gereden, dacht ik echt van het zal wel echt niet zo vlot gaan. En, het zal niet veel zin hebben om een WK-selectie te gaan proberen af te dwingen. Maar nu heb ik elke wedstrijd op 5 gereden. En het Belgisch kampioenschap was ook weer net iets beter dan voordien, zeker qua prestatie. En, nu voelt het een beetje als normaal dat ik die keuze maak. Maar als ik een maand terugdenk, dan had ik dat inderdaad niet verwacht. We hebben één beetje gekeken van wat vind ik leuk. En dat is natuurlijk die crossrijden. Maar we hebben ook vooral gekeken van past het wel in mijn voorbereiding. Ik moet natuurlijk ook heel veel uren op de fiets maken om klaar te zijn voor de Vlaamse klassiekers. Maar we merken ook wel dat ik in de cross nog bepaalde hardheid mis. En dat ik, die ik ook nodig heb in de klassiekers. Dus, in die zin denken we dat het wel een heel goede training is. Doordat ik er niet overal bij aanwezig kon zijn, dan merkte toch dat je iets mist en dat je de andere jaren toch anders deed. En daarom ben ik ook heel blij dat ik nu eigenlijk het laatste deel van het seizoen een beetje hetzelfde kan doen zoals ik het vorige jaren deed. Toen heeft het altijd heel goed gewerkt en ik heb er wel vertrouwen in dat nu ook gaat zijn. En ik heb al veel gewonnen in het veldrijden, maar de laatste jaren gaan de omstandigheden altijd niet helemaal perfect en ik heb het gevoel dat ik er nog niet klaar mee ben, dat ik nog een keer, zeker volgende winter ook nog een keer wil terugkomen op mijn best. Het is heel leuk om nu terug te crossen, maar het is langs de andere kant ook confronterend om te moeten knokken voor een ereplaats, waar ik eigenlijk vroeger, dan stond ik gewoon een goede dag of slechte dag stond ik op podium en dan is het nu al heel anders. Dus, ik zal wel blij zijn als het nog net iets beter gaat en ik terug echt helemaal vooraan kan meestrijden. Uiteindelijk er verandert veel rond u vaak, maar binnenin blijft u gewoon dezelfde renner die altijd doelen nodig heeft om naartoe te werken en dat verandert niet.